Vandaag hartje Rotterdam. Lekker snoeken, echt op zijn Rotterdams vissen. Dus we gaan lekker de parkwatertjes af. Morgen, John, wat is dit nou weer, man? Dat is een pingelek. Dan zit je me nou weer aan te smeren, Nee. Dit is wel een beetje mijn visserij. Snel verkassen, veel worpjes maken. 9 van de 10 keer duikt je snoek echt vlak voor je poten op dat kunstaas. En dan spring je echt een meter achteruit. Huppakee. Rammen. Ja, hangen. Morgen, John. Goed, hè? Ja, altijd goed. Ik dacht, kom nog even langs, even wat kunst aan scoren bij je. Ja, heb je een bakkie? Ja, eerst maar een bakkie doen dan. Ik kan hem wel gebruiken, John. Thanks. Ja, dit is eigenlijk voor mij de snoepwinkel. Altijd als ik ga vissen, kom ik hier en dan ben ik net een kind, joh. En vandaag dus snoepvissen. Ik heb een jerkbait hengeltje bij me en een spinhengel. Ik hoop dat John me een beetje wegwijs kan maken. Ik ga proberen. Top. Het zijn je zuur verdiende centen weer. Je zal maar zo'n hobby hebben, toch? Beter dan in de kroeg zitten. Nou ja, dat hebben we gisteren al gedaan. Hoort er ook bij, hè? Ja, vandaag hartje Rotterdam. Lekker snoeken. Echt op zijn Rotterdams vissen. Dus we gaan lekker de parkwatertjes af en kijken of we een snoepje kunnen strikken. Ja, we zijn op een plekje aangekomen, midden in Rotterdam eigenlijk. Ja, overal winkeltjes en het is een drukte van belang, vlakbij de tram. En ik zag al wat leuke waterpartijtjes, echt parkwatertjes. Dus ik heb een jerkhengeltje tot 50 gram meegenomen en een spinhengel. Het is mooi weer, een beetje bewolkt, kan geen kwaad. Ik denk dat er ook wel een klein kabbeltje staat, er staat wel wat wind aan die vlag te zien. Ja, dit is wel een beetje mijn visserij, gewoon... Snel verkassen, veel worpjes maken, lekker in de rondte stuiteren langs die waterkant. En 9 van de 10 keer duikt die snoek echt vlak voor je poten op dat kunstaas. En dan spring je echt een meter achteruit, want ja, het is gewoon een hele spannende visserij. Mooi watertje zo op het eerste oog. Mooi stadswatertje. Vrij ondiep zie je al. Vrij helder ook, dus dat is voor de snoek wel gunstig. Zie je het kunstaas mooi voorbij komen. Ik begin met de spinhengel. Een paar worpjes. En we kunnen eigenlijk gaandeweg wel een beetje afwisselen. Dus ik leg deze even hier neer. Niet op de trambaan, want dan weet ik het wel. Nou, een vrij ondiep lopend plugje. Klein schoepje erop. Huppakee. Rammen. Het gaat zo lekker hier in Rotterdam. Altijd spannend die eerste worpjes. Als er een snoek op scherp ligt. Nou, blad. Een of andere grot staat hier. Als ik praat, dan galmt het aan alle kanten. Nou ben ik wel een beetje schizofreen, maar als je jezelf zo hoort praten, dan word ik zelf niet blij. Het is meer biobak harken hier. Ik pak even mijn andere stok erbij. Ik heb ook een jerkbait hengeltje meegenomen. Daar kan je lekker mee twisten, dus met rukjes binnenvissen. En dit is een klein jerkbaitje en die flankt echt zo door het water. Nee, we gaan even verkassen, jongens, want het is echt alleen maar wieën hier. Dat is natuurlijk niks. Oké, let's go. Ik ben een beetje verdwaald in mijn eigen stad inmiddels. Dus pak Maps er maar even bij. Ik zie hier nog wel wat leuke waterpartijtjes. Dus gaan we even kijken of we daar een snoekje kunnen strikken. Zo, nieuw stekkie. Kijken of er een snoekje te vangen valt. Ik haal even een andere plug uit mijn doos. Lijkt wel Kim Holland die dat zegt. Huppakee, smijt je lekker ver. Ik viste net met een natuurlijk kleurtje, maar het water is vrij troebel. Dus nu echt voor fel, ja, bijna fluoriserend geel gekozen. Vaak van kunstaas wisselen. Variëren ook qua indrijfsnelheid. Soms willen ze hem wat sneller gevist, soms wat langzamer gevist. Altijd met snoeken, een paar worpies op een plek, ligt er eentje op scherp, dan knalt hij er eigenlijk vrijwel direct op. Dus na een worpje of 10, 15 kan je eigenlijk al moven. Vrij fel gekleurd, een beetje
oranje-zwart. Het voordeel van rubber is ook vaak als een snoek het pakt, dan pakt hij het ook gelijk goed omdat het vrij natuurlijk aanvoelt. Dus het is net alsof hij echt een visje in zijn bek pakt en een plug. We kunnen wat schuwere vissen die kunnen toch afhaken als ze hem aanvallen en ze voelen dat het hard is en ze haken niet goed. Ik ben even aan het balanceren. Ik denk, ik vang toch geen snoep. Dan gaan we maar even aan het lijf van mij werken. Ja, het is vrij taai vandaag. Nog geen aanbeet gezien en gehad. En ook eigenlijk heel weinig witvis gezien. Wel net een aalscholver, dus er zou witvis in de buurt moeten zijn. Maar de snoep is nog ver te zoeken. Kut. Klein snoekie op de valreep. Ket ze toch een snoekie op. Op de jerk. Mij lost. Balen. Maar ja, dat hoort erbij. Waarschijnlijk maar net gehaakt. Voor in de bek. Ja, dan kan het wel zo zijn als ze zo snel naar de oppervlakte komen dat die haak gelijk lost. Je mag bij jerk, omdat je lijn toch slap laat vallen, continu mag je ook best wel de haak zetten. Dus je mag best wel een tikkie, als je een aanbeet voelt, gelijk een tik geven. Het begint al een beetje te schemeren. Kijken of we nog een snoekje kunnen strikken. Het begint bijna donker te worden, dus een van de laatste worpies. Ja, hangen. Ah, kleintje denk ik. Klein snoekie. Ineens toch op de jerk. Komt-ie. Het is echt een klein helder watersnoekje. Heel mooi getekend. Okay. Toch een klein snoekje. En je ziet dat hij van erg helder water komt, heel mooi getekend. Echt groen. Groen met gele stippen. En je ziet dat die kleine snoepjes echt al kunstaars van formaat pakken. Als je ziet hoe groot die jerkbait eigenlijk is in verhouding tot het snoepje, komt haken. Nou, heel klein rovertje. Natuurlijk heel mooi getekend. Mag hij weer zwemmen. Oeps. Even kijken. En daar gaat hij al. Yes! Toch een snoekie.